Elke raad is nogal hetzelfde. Ja. Nou, welkom allemaal. Bedankt voor het komen in ieder geval. En voor de mooie plek van Bibelbijster hier. Verhaal mocht houden. Mogen houden. Het is twee routes, uiteraard Sultanstil en Soefietrail. En waar ze elkaar tegenkomen is Istanbul. Dus dat is natuurlijk, dan ga je Azië in. Verandert ook alles al, maar gaandeweg zie je ook al veel van die dingen. We gaan over twee routes een beetje vertellen. Iets korter over Soefietrail. En daar zijn we eigenlijk met het fietsboekje nog bezig. En Sultanstil is al, ja, al een jaartje bezig. Er zijn al veel mensen het boekje uitgenomen. Verhalen zijn wel teruggekomen, dus daar weten we ook al wat meer van. Ja. Nou ja, ik heet Sudat en Iris. En samen maken we wandel- en fietsroutes met een hele groep mensen uit Haarlem. Dus we zijn met vrijwilligers, rond 40 mensen. We hebben eigenlijk de Sultanstil in het begin als een wandelroute ontworpen. En op een gegeven moment kwamen de vragen naar de fietsroute. En dan verwezen we steeds, nou ja, gaan we de autoluur wegen fietsen. Dan kom je ook wel in Istanbul aan. Ja, uiteindelijk is dat ook gewoon zo, maar ja, er is een behoefte aan. En dat was een behoefte aan het fietsroute en een boekje naar Istanbul. En op een gegeven moment kreeg je een relatie met Iris. En zij is een fietser. Zegt, nou, laat maar gaan fietsen. Nou, ik moet wel zeggen dat we hebben samen natuurlijk wel, omdat ik vanuit een wandelperspectief dingen doe. En dan merk ik wel dat het voor een fietser toch wel wat ingewikkeld wordt af en toe. Want ik ga dan onderweg en denk, nou, leuk route. Van de weg af en dan eerst zegt, nee, dat is niet goed voor de fietsers, want dan dat en dit. En dus onderweg heb je veel discussies van hoe de route zou moeten zijn. Weet je, je wil een historische route maken, dat historisch correct is, maar ook wel mooi is voor fietsers. Weet je, het zijn allemaal dingen dat je dan over na moet denken. En dan soms denken we wel dat we het goed doen, maar achteraf gezien merken we nu wel met het eerste boekje dat sommige delen toch wel niet zo goed is als wij dachten dat het goed zou zijn. We hebben twee fietsroutes van de Sultanstil af. Deel 1 gaat van Wenen naar Belgrado. Dat is ongeveer 1000 kilometer. En deel 2 van Belgrado naar Istanbul is min of meer 1100 kilometer. Het zijn allemaal variaties van afhankelijk van de alternatieven die je kiest. Dan komt er 50 of 60 kilometer voorbij. En als je zoals daar af en toe verkeerd is, dan komt er iets meer. Het startpunt, toen we de foto's en boekjes aan het ontwikkelen waren, kwamen we deze tegeltjes tegen. Wij dachten eerst van dat het gebouw een beetje beschadigd was of iets dergelijks, maar het is dus de Space Invaders, infiltratie in allerlei steden over de hele wereld. Dat zijn tegeltjes en al die modellen die kun je bij elkaar verzamelen en in elke stad zit wel zo'n boekje verstopt. Meerdere van die dingen. Maar toevalligerwijs is het ook het startpunt van de Sultanstil fietsroute. En de wandelroute. En de wandelroute, ja. Dit is de plek in Wenen, net buiten de voormalige stadsmuren, die ook niet meer staan, maar met de mooie ringbaan van de tram. Dat was de vroegere stadsmuur. Net erbuiten hadden de Ottomanen met hun veroveringstochten de tent van de Sultanen daar. Vandaar dat er ook nog een plakkaat erboven staat. En inderdaad, wij dachten elke keer van, goh, dat moet een tegelwerk. En dan denk je, nou, de tegels zijn afgevallen. Er moet toch al wat aan gedaan worden. Maar op een gegeven moment kwamen we erachter dat het van Space Invaders zijn. Onderweg op de wandelroute zie je er nog eentje in Wenen. Alleen op de fietsroute zie je dat niet meer terug. Om te starten heb je natuurlijk ook al de aanvliegen. Sommige mensen gaan eerst de Linksroute en dan gaan ze tot Regensburg en dan in de, kun je in Wenen heel keurig oversluizen naar Sultanstil als je dat zou willen. Maar je kunt ook natuurlijk in Wenen beginnen. Dan hebben wij het gebruik gemaakt van de Flixbus, dat was het anders. Dan klik je het achterop.
ben je binnen, wat is het, 18 uur? In Bremen. 12 tot 14 uur, ja. Ben je binnen. Ja. Het mooie van Flixbus is, dan je hoeft je fiets niet te demonteren, je fiets naar Sloterdijk, in ons geval dan, of in Utrecht, en je komt eraan, in 5 minuutjes klikken ze erachter, en shorten ze vast, fietsgas in de bagage en dan gaat hij. Rijden ze al die dag of s'nachts? Dat houdt goed op. Ze hebben meerdere bussen per dag. Okay. Dus afhankelijk van de bus. Niet alle bussen kunnen trouwens de fietsen mee. Dus dan moet je wel kijken. Wij namen de bus van 7 uur 's avonds. Die is dan 7 uur of 8 uur in de ochtend in Wenen. Dat vond ik voor onszelf prettig. Maar je hebt ook een bus die wat eerder weggaat. Maar dan kom je s'nachts daar aan. Dus dat. Prijs, gewoon overdag met de trein naar Nederland gegaan en moest 2 keer overstap naar Utrecht ook. Ja, er zijn allerlei mogelijkheden en je kunt heel makkelijk met de vliegtuig natuurlijk naar Wenen. Er zijn meerdere vluchten en van Budapest terug heb je meerdere vluchten en Belgrado. Dus al die hoofdsteden onderweg, dan heb je gewoon meer dan genoeg vluchten heen en terug. En op een gegeven moment als je in Istanbul bent, dan is het natuurlijk bijna de enige optie om terug te vliegen. Anders zit je te lang in een trein die dan overal moet uitstappen. En in alle treinen neem je dan de fietsers mee. En niet alle fietstreinen zijn er ook meteen betalen. Dan zit je aan de grens bij Bulgarije-Servië en dan zeggen ze, ja, je moet dan nu met lokaal geld betalen. En dan zit je daar en dan heb je geen lokaal geld. Weet je, dat zijn al van dat soort dingen die je dan onderweg een beetje moet uitpuzzelen. Nou, wij gingen dus gewoon met Flixbus. Ja. En dan, dat is ook nog een luxe optie, via Soetens. Ik weet niet hoe het ging. Ja, die hebben we ook erbij genomen, speciaal voor ons. In het gebied, want ze hebben natuurlijk al heel druk met Santiago. Maar Wenen kunnen ze ook bedienen. Ja. Ja. Volgens mij niet dagelijks. Nee, dat maar ja, het is wel redelijk. Ja. Nou, dus jullie beginnen gewoon bij Space Invaders, als je in Wenen bent. Kan ik missen. Dat is de routekaart, zoals ook in de gids staat. We hebben een overzichtkaart van Wenen naar Istanbul en een overzichtkaart van Wenen naar Belgrado met correspondente nummers waar je dan ziet van welke pagina, welke kaart en welke delen. Ja, een beetje ingedeeld ook qua landen en zo. Is nog iemand aan de deur? Nog iemand naar binnen? Ja, nog iemand naar binnen. Ik heb hem maar eens opgedoen. Ook een beetje om te laten zien dat je dan de Donau zo eigenlijk een beetje in rechts laat liggen. Want er zijn natuurlijk heel veel Donauwaterbegrip die lopen hier perfect langs. Maar wij hebben best wel de Ottomaanse tegels. Ook is het maar een klein stukje, toch heel andere fietsroute. Je zou het als een lust kunnen maken, dus we zijn halverwege gelopen, dan zou je om kunnen keren en dan weer terug kunnen fietsen. Klopt, we hebben sowieso in 2 richtingen omschreven en ook zelf in 2 richtingen gefietst. Dus ja, het is allemaal goed te doen, je kunt andere paden nemen, Donauraadweg is vlakbij. Je kunt de Sultanstrail nemen en dan met Donauraadweg terug. Dat bedoel ik. Maar eigenlijk zijn er meer de routes, want de Limes-route die loopt ook. Ik ook heel langs Donau, want Donau was de grens van de Romeinse Rijn. Dus tot de eerste deel is eigenlijk ook voor heel veel mensen ook niet zo spannend, want er zijn redelijk wijs de bekende gebieden, bekende wegen. Ja, wel 2 andere rijken. Het Romeinse Rijk en het Ottomaanse Rijk.
Slowakije heb je ook een camping. Ja, vaak moet je wel aanbellen en dan is er niemand en dan komt er iemand. Het is een tennisbaan. Dus je moet dan kamperen en dan moet je bij binnen waar de tennissers gewoon aan- en uitkleden. Dan douche je daar. Dus het is wel een camping met geduidsaanbeleid. Maar het is wel camping. Is de enige camping in Amsterdam? Ja, en daarna fiets je een heel klein stukje Slowakije, dan echt wat slapen in en uit. En dan ga je hoogrijden. Trouwens, Bratislava is een soort. Jullie zijn vaak denk ik, in Bratislava geweest. Als je Wenen gaat, is het best wel een grotere stad. En Bratislava is Wenen in het klein. En ik vind het een heel erg leuke stad om over een dag of twee te toevoegen. Dan voel je niet echt verloren van in een hele grote stad. Dat je dan denkt, oh, het is zo pompeus dat je dan denkt, waar moet ik heen? Het is alles een redelijk loopafstand. En ook de Donau kun je nog gebruiken. Dus sommige mensen gaan per fiets. Er was bijvoorbeeld die mensen die waren ook met de Bovenaar dat slagen gegaan en nog daar weer per fiets. Oh, die niet verder komt fietsen. Ja, dat was iets. Je moet het wel oplossen, want heel vaak zijn de mensen, dat doen wij eigenlijk ook wel, dan ben je onderweg helemaal vrij en dan ga je ergens wat drinken of eten en dan laat je fietsen onbeheerd achter of je denkt, ik zie het gewoon, het staat voor mijn neus. En er was ook twee fietsers die waren net in Bratislava en dan kijken ze om, zijn de fiets weg. Ja. Met volledige bepakking, alles was weg. Dus dat soort dingen. Wij hebben het gelukkig nooit meegemaakt. We zijn echt wel slordig met z'n tweeën. Maar ja, je kunt wel pech hebben onderweg. Kleine dorpjes zouden nooit een probleem maken, want dat gebeurt er ook nooit. Maar als je in Wenen gaat slapen, Boedapest of op een grote steden onderweg bent, dan zorg wel dat je gewoon je fiets goed op slot doet. Het is ook echt iets toeristisch daar. Vele rozen die dan met fietsen in de Alpen kun je dan een tour maken. En al die dingen zijn daar ook fietsende reparateurs. Hè? Ja, en die fietsen ook. Ja. Dan kan je gewoon bellen en dan als je weer kan komen. Ja, die staat ook in de fiets. Maar hij sprak nou wel niet Engels. Ja, hij spreekt wel perfect Slovaaks. Oh ja, dat is wel. Hij was Slovaaks. Ja, dat is dus. We zagen hem en dachten, nou, dat is wel leuk voor in Gids en een Belgische kaartje voor alles, maar hoe je dan verder moet communiceren weet ik niet, maar waarschijnlijk met WhatsApp stuur locatie en dan zeg je, nou ja, lekker band. Ja. Sprakenlijst. Ja. Nou ja, eigenlijk zijn er wel heel veel mogelijkheden om van Wenen naar Bratislava te gaan. Je hebt door naar Raad. Je hebt zoveel van die lokale fietspaden en wij fietsen in een dag eigenlijk voorbij Oostenrijk, maar als je wilt, dan kan je best wel een paar dagen voor toevoegen, want je hebt onderweg de huis van Haydn en talloze musea en parken en van alles en nog wat. Ja, het is wel een rijke cultuur, het komt van die Hamburg aan de Donau is dit, en die kerken met vrij uitgebreide museumachtige dingetjes erin en zo, dus veel te zien onderweg als je tijd zou nemen. Het wordt nog een beetje steil omhoog, hè, om hier naartoe te komen. Dat is de eerste klim. Ja, we fietsen eigenlijk min of meer langs de Donau en dan
dan is Oostenrijkse Slovaakse deel en de Hongaarse deel is al redelijk vlak. Maar na Esztergom richting Budapest wijken we van de Donau af. En dan ga je richting een soort heilige plek van de Hongaren, de Dobrogöke. Dan zijn het al die Joods en heel mooi. Kamperen. Dit is al het hoogste punt van Pietersgebergte voordat je naar, naar Budapest afdaalt. Maar het is wel stijl, want we hebben. We gaan nu in april nog een keer fietsen. Er zijn een paar delen die we er wel uit willen halen. Daar is klimmetjes van 17%. En het zijn wel korte klimmen, maar toch nog een beetje als je onderweg bent, dan wil je dat soort dingen niet zo vaak, niet vaak hebben. Eigenlijk liever helemaal niet hebben. Maar, dus we zijn nu aan het over nadenken hoe we de route daar kunnen omleiden, zodat je die 17% kunt vermijden. En, maar op 17% zit er ook het oude Romeinse overblijfselen. Denk je, je hebt altijd van het soort keus van wil je doorfietsen of wil je zomaar iets van die historie meepikken. Ja, het is echt ik vroeg toen van, goh, is het een mooie plek, zullen we daar wel heen gaan? We zien het weer omhoog en hebben we daar wel zin in. Zeg, ja, zo'n mooie plek. Nou, het was dus een hele mooie plek met New Age dingen en zo. En dus ook een beeld van een mooie, prachtig uitzicht over de Donau, de armen zo, of zie je alles. Dus het was wel weer de moeite waard. Het is wel de moeite waard. En het leuke daarvan is, als je helemaal klaar bent, dan ben je zo in Budapest, want die gaat gewoon alleen maar omlaag. Ja. Was dit, was ook best wel gevaarlijk, want we wisten toen nog niet te verzinnen. Nou, wij zijn eigenlijk een beetje soort stadsfietsers, niet echt lange afstandsfietsers. We zijn nu pas onze fietsen aan het bij elkaar aan het verzamelen. Dat we dan denken, nou, we hebben eigenlijk best wel betere toerfietsen nodig. Ik had ooit met Clemens gesproken, die is inmiddels overleden, Clemens Veerman. Hij had gezegd, ik ontwikkel de routes zodat iedereen op de routes kunt fietsen met een gewone fiets. Ik dacht, nou ja, wij moeten opgenomen met een gewone fiets fietsen, zodat iedereen, als wij dat kunnen halen, dan moet iedereen dat kunnen halen. Dat was het idee, hè? Ja. Alleen sommige delen, weet je, zoals de 17%, en dan fiets je daar en met z'n tweeën en het is gezellig en dan je voelt dat echt de 17% niet zo erg. En dan zijn we samen thuis een gids aan het maken, dan hadden we gezegd, nou, pittig klimmetje. En dan, ja, ik heb wel een leuk commentaar op. En dan hadden we gewoon, ja, het was leuk commentaar, maar toch nog wel verbijtend leuk. Dat het meer dan een klimmetje was. We zijn wel de gids aan het herschrijven, zodat het zo goed eruit komt. Het is hoe lang die klim is natuurlijk. Het is hoe lang die klim is natuurlijk. Nou, het is iets van schat op de een kilometer, minder dan een kilometer. Oh. Minder. Ja. Maar, het probleem is, na de 70 kilometer had je het toch een stukje door en dat gaat steeds. Weet je, het is een. Het is stijl. Het is niet alleen de 70%, maar daarna al. Ja, ja, ja. We dachten. En op de fietspaden langs de dijken moet je dan oppassen dat je dan. Dat soms denk je, ja, de weg is afgesloten, maar eigenlijk. Alleen voor de fietsers door te laten en dan zo'n IT-dingetje en dan ga je er overheen. En niet altijd even prettig, want dan zit je, dus je moet wel de snelheid verminderen. En als je de eerste keer dan ga je en denk je. Ja, dit ziet er nu wel mooi uit, maar er waren ook overgroeide dijkjes. Dus het was ook wel eens dat je er niet doorheen kon. Je moest een beetje. Ja, als je op de kaart kijkt, dan zie je gewoon. Op een Donau Raadweg trouwens, dan heb je net voordat je bij Esztergom komt, dan loopt er een mooi fietspad op de kaart. En als je daar bent, ja, dan kan je gewoon niet fietsen. Zelfs wij met onze enorm vele avontuur zien, moesten we toch wel om. Toch terug. Om, ja. En Budapest, ja, daar ben je gewoon een geweldige stad. En, ja. Ik vind het een van de mooiste steden van Midden-Europa. Zo niet de mooiste stad. Ja. En het mooiste is, je kunt ook midden in de stad kamperen bij de bikers. Ja. Ja. Ja,
omdat je wel dat leuke mensen. Ja, echt een huis, huis met de sfeer. Ja, dat, echt de sfeer die van Budapest. En als je met de bus of de trein gaat, is echt 5 minuten van de bus en de trein, dus ideaal plek. En ook veel fietscafés daar, echt van die beetje hippe dingen tegenwoordig in steden, waar ze van internet hebben en allerlei fietsmensen bij elkaar komen. En het is echt de moeite waard om daar echt een dag extra of zo. Want als wandelaar zei ze dat van, nou, ik heb nog nooit zoveel van Budapest kunnen zien. Maar met de fiets heb je zo de hele stad verkend en gezien. Dan kun je alle highlights zien. En je komt eigenlijk vrij hoog aan van je route. Omdat we daar boven bij de berg, eigenlijk aan de pestkant is dat. Is een gulbaba, een soort tombe van een Soefi heilige. Hij komt toch 600 meter naar 150 meter, dus dat is best wel een afdaging. Ja, dit is eigenlijk het Hongaars gedeelte, dus echt voor vogelaars. Dus mensen die van natuur houden en dergelijke, die kunnen de Midlands echt helemaal bekijken en doen. Want het is allemaal lang gerekt en vogelhotels heb je daar zelfs helemaal van. Mensen die daar voor andere doeleinden komen, maar daar is het wel heel anders dan de Hongaars. Dus je komt al die dorpjes in. Je ziet echt hele andere dingen dan je dan we hadden verwacht. En langs de wetlands, dan kan je gewoon fietsen en dingen doen, maar we hebben best wel wat dingetjes uitgeprobeerd, heen en terug. En soms loopt het gewoon heel mooi door en op een gegeven moment een hekwerk. En dan als wandelaar kan je er wel langs lopen, maar als fietsers moet je dat meer. Dus, Nee. Hier kom je niet eigenlijk. Dat ging ook niet. Maar gelukkig dat ik allemaal uitgezocht hoef je niet te doen. Nee. Maar er waren ook van in Hongarije heb je heel veel van die duistere gordijntjes, dat je niet precies ziet wat daar eigenlijk gaat gebeuren. En op een gegeven moment als je dan naar binnen gaat, blijkt dat er een supermarkt is en dat er van alles achter die toch wel stil lijkende plekjes. Ja, eigenlijk zijn wij de dorpen, als je doorheen fietst, uitgestorven. Ja. Maar stop je heel eventjes, dan ontdek je in één keer dat er wel mensen zijn, dat er een leven is, dat er een winkeltje is, dat er een supermarkt is. En dat er in de supermarkt ook koffie is. Weet je, vaak kijken naar de koffie. Weet je, wij zijn koffie verslagen en kijken naar de cafeetjes en je ziet niks. Ook heel stop je. En dan ga je een winkeltje in, dan heb je alles. En dan, als ze niks hebben, dan vraag je koffie en dan maken ze ergens voor je koffie en dan komt het tevoorschijn. En dan verandert ook wel de mentaliteit van mensen eigenlijk. Want dan word je vaker bij mensen thuis gevraagd en dan om te slapen. En dan denk je, ja, zal ik wel doen, zal ik niet doen. Het is allemaal wat dingen die je in je hoofd hebt van, is wel of niet veilig. En dan heb je ook nog de taal. Barrière, laat ik zeggen. Ja, want, je hebt natuurlijk in Oostenrijk en Slowakije ook kan je met Duits terecht. En geweld voor het begin van Hongarije. Maar ga je naarmate dieper Hongarije, dan vervalt Duits. Dus we hebben bij de ene sultan geslapen. Dat was heel leuk, die ging ergens koffie drinken. Ik ben de sultan. We hadden gewoon zin in koffie. We stoppen ergens. En het was een winkeltje aan beide kanten en aan de rechts gevraagd, was geen koffie. Zij is aan de overkant, ging naar binnen. Gewoon, daar zal nooit koffie zijn. Dan de koffie graag, was er een man. Een man. Nou ja, daar hadden we gepraat en dan zegt hij, ja, ik ben sultan. Zei, ja, kom maar weg, kun je gewoon bij mij slapen. Dus wij met hem mee. Zegt hij, ja, oh. Maar hij sprak een beetje Duits. Hij zegt, nou, dit is mami. En dan, hier slaap ik met mami. En dan, hier slaap jullie. Ik denk, gewoon. Dan kan ik toch gewoon met moeder slapen. Hij had toen zijn vrouw en daar slapen. Dat we een andere kamer kregen. En weet je, al die dingen. En dan s'avonds vertelde hij dat hij dan op een dag was slachter. En dan dat hij dan het zat al varkens per dag kon slachten. Dat ze op wedstrijden waren van hoeveel varkens die op een dag kon slachten en kon uitbreiden. Hij was ook bokser en hij was ook danser, een show kregen en een kaart muziek gezet. En dan is op een gegeven moment
zware ballroomkampioen, geweest van dansen. En dan aan zijn omgeving kon je echt niet zien dat hij zo mooi kon dansen. En dan ging hij met zijn vrouw dan dansen. Denk ik, jee, dat is zo geweldig mooi. En dan ging hij een beetje schaduwboksen. En dan denk ik, oh, als hij nog niet slaat. We hebben een hele leuke avond met hem gehad. Dus het zijn allemaal van de avonturen die je onderweg meemaakt. Maar je moet er wel zelf voor openstaan. Dat je dan, weet je, ook een eventueel gevaar in kunt schatten. Weet je, er zit ook wel een gevaar in geschoven natuurlijk. Het gebeurt heel weinig. We hebben een Engelse wandelaar gehad. Die wandelde van Istanbul naar Wenen en Wenen terug. Die was anderhalf jaar onderweg. En hij was onderweg ook één keer heel vriendelijk beroofd. Vriendelijk beroofd. Beter vriendelijk beroofd dan dat je met hem. Hij had ergens geslapen en dat is tegen hem gezegd. Kijk, je hebt geslapen. Alleen we hebben maffia vrienden. Als ze denken dat we je niet beroofd hebben, krijgen wij problemen. Wil je voor ons 100 euro pinnen? Maar we hebben zelf nooit problemen gehad. Wij gaan op alle uitnodigingen in. Dus we gaan overal slapen en dan gewoon. We denken, nou, het is wel leuk voor een volgende pizza of een volgende. Ja, dit is wel bijzonder, want dan, ik vind dat wel weer leuk. Dan heb je weer een nieuw land, weer een nieuwe impuls. In Kroatië en Servië heb je eigenlijk ook een keuze. Je kan een rondje weer kiezen, maar deze gaat helemaal zo naar Djakovo. En deze is een Fruška Gora, dat is een heel groot natuurpark. Maar je eindigt beide in Novi Sad op een gegeven moment. Ook zo'n sierlijke Servische stad met allerlei veel jongeren die daar komen voor die feesten. Exit festival, dus en heel veel forten en dingen, dus heel veel te zien, maar ook de oorlogsgroepen, die is geologisch vertent, uiteindelijk. Ik kom niet zo van. En eigenlijk qua sfeer is Kroatië en Servië om te even, dus als je dan in Servië gaat of Kroatië, je zult het verschil niet merken, alleen als je aan Kroatië vraagt van hoe is het in Servië, dan krijg je vice versa, ik zou het niet positief verhalen. En de oorlog is natuurlijk net vers in het geheugen van mensen, dus dan krijg je dat in de Kroatische kant. Als je in Vukovar bent, dan zie je de watertoren die helemaal kapot geschoten is en allerlei dingen. Het is nog in stand houden om de oorlog te herdenken. Als een wandelroute, daar kwamen wel eens bij gebieden waar dan nog mijnen liggen. En de Kroatië en Servië, niet deel van Kroatië. Tussen Mohatje en Novi Sad is de fietstoerisme heel erg goed ontwikkeld. Want daar hebben we heel veel bed and breakfast die voor fietsers bereikend zijn, waar je fietsen makkelijk en veilig binnen kunt stallen en waar mensen begrijpen dat je van afstand bent komen fietsen, dus die wordt daar ook niet met allerlei goed bedoelde dingen lastiggevallen. Maar vaak begrijpen mensen niet als je een hele dag gefietst hebt, want die zijn daar fris en fruitig en je komt dan na 100 kilometer fietsen en wil eigenlijk meteen douchen je wil andere dingen. Ja. En vaak zijn die mensen, die willen dan nog alles aan je vertellen van hoe mooi de stad is en de omgeving is en dingen. En dit zijn allemaal van goed bedoelde dingen en hier Dat begrijpen ze wel, dat het eigenlijk moe aankomt. Want allemaal van die huizen hebben ze de onderkamer gewoon ingericht voor fietsers. Met een tuintje waar je fiets in kan, een waterkoop, heb je gewoon in de kamer fietsen. Ja. En allemaal goed, kwartiers ook gewoon. Ja. En beide delen zijn heel erg prettig. En hoewel Kroatië en Hongarije beide in de EU zitten, er is wel echt een harde grenscontrole. En je komt eraan, je moet je paspoort en dergelijke laten zien. Dus eigenlijk is de Servische kant makkelijker dan de Kroatische kant. Geld? Ja. En geld ook natuurlijk, want euro's.
Oostenrijk en Slowakije heb je euro's, Hongarije forinten, Kroatië eigen geld, kom even nu op, Servië heeft eigen geld, eigenlijk tot aan Bulgarije, Griekenland. Ja. In Griekenland heb je weer euro's, maar voor de rest heb je alleen maar andere valuta. Ja, Servië heb je dinars van Kroatië. Goed. Ja. En we gaan dan op een gegeven moment ook van Servië naar Kroatië. Eind van Kroatië, dan ga je naar Servië. En als je de brug oversteekt, dan moet je dan 4 keer een douanepost passeren. Voor de brug heb je dan Servië, Kroatië, Servië. En aan de andere kant Kroatië, Servië. En dan denk je van, maak een afspraak dat je maar één post hebt, dat je dan doorheen loopt of iets. Maar het is wel ingewikkelder dan je denkt. Ja, en de oorlogsmonumenten zijn bekend. Je ziet hier nog wel ook heel veel Ottomaanse overblijfselen. Dus vandaar dat die ook in de route is opgenomen. En als je wijnliefhebber bent, dat is ook een hele. Ja, dat is wel zo. Hier de kerk die dan een moskee is geweest. Dus als je dan naar binnen gaat, dan zie je allemaal die dubbele dingen. Deel 2, Belgrado is dan de stad waar deel 1 eindigt. Ja, een hele mooie stad, veel te zien. Het is wel trouwens heel erg tricky om Belgrado in te fixen. Ja. Dat is een hele drukke weg. Dat, kunnen wij helaas niet vermijden. De Donau-Raadweg gaat er ook heen. We zijn bezig om allerlei fietspaden aan te leggen, maar totdat het zover is, dan is het een soort kilometer of 5 een drukke weg. Dan moet je wel echt goed opletten dat je dan niet ergens onder een vrachtwagen of terechtkomt. En vooral stadsbussen, want die houden totaal geen rekening met fietsers. De stad in is echt een kilometer. Want vaak als je ernaast fietst en de stoepen zijn heel erg hoog, dus je kunt hier geen uitrijdmogelijkheden. Dus dat zijn wel dingen als je dan fietst. Dat ik even moet opletten van hoe je dat doet. Ja, want je wil dan een foto maken dat je Belgrado in komt en zo. Dat is de enige foto waar ik niet zo blij op ben. Je hebt zo al die auto's in. Het was zo'n stukje, je kon niet opzij. En ja, dat werd die af en toe. Nee, het was geen stoep, niks. Ja. Ja, maar dat is een stukje. Ja. En tot aan Belgrado heb je al ruimschoots campings. Maar vanaf Belgrado wordt dat minder. Je kunt wel wilt kamperen als je dat wilt. Wij doen dat wel eens bij waterpunten. We geven dat ook wel aan in de gids. Er zijn enkele plekken waar we dan wel wilt kamperen. Bij het water. Wij denken dat het wel veilig is, maar daar ook nog weer een eigen keuze. En het zijn allemaal situaties waar je dan inschat dat het dan wel of niet veilig is. Maar wij hebben er zelf in alle gevallen nooit een probleem ondervonden. Voordat de boekjes af waren, een hele snelle fietser, Russel. Die heeft in 3 weken alles gefietst en alles gekampeerd. En die heeft ook wel wild gekampeerd, dus dat was allemaal prima te doen. En die was waarschijnlijk ook wel, wist precies waar hij het tinten moest zetten. Ja, we hopen dat het vindt er wel mee. Nee, je moet wel op een knopje gaan drukken, denk ik. Ja. Dus er moet iemand bij de... Ja, het zou mooi wezen. Ja, dan moet iemand hier eventjes, denk ik... ja, dat gaat... Nee, ja, op de laptop die erop staat. Want dit is geen autoplay. Hoe geestig is dit filmpje? Is dat daar bovenop? Ja. Ja, we moeten ze zien. Ik wil, ga jij drukken, Robert? Ongelooflijk. Wil je het ook wel doen? Ja, Je moet het muispadje hebben. Doet het niet.
De muisdinges. Ja, misschien als de... Ja, je gaat hier bijna. Ja, naar beneden. De laptop daar verlaten. Oh, ik zie het al. Je bent er bijna. Ja. Zo, bingo. Nou, is bij Microsoft al, is nou rechts of links. 2 mm, maar wel hele essentieel. Ja, iets zachter. Oh ja. Yes. Kun je nog even blijven staan? Ja, graag. Morgen, dan dacht je kamperen. Wat je al ziet. Dat is wat je allemaal ziet, hè. Modder in de eerste met een doekje modder afhaalt. Modder. En wat doe jij eerst? Overdag was het gewoon een mooie fietswagen. In route rijden. Er kan weer. En s'nachts een enorme... Dat zijn modderkoelen. En s'ochtends, ja. Kunnen we doorheen moeten worstelen voor kilometers nu? We hebben gewoon echt... Dat was iets van 2,5 kilometer, 3 kilometer, maar we hebben uren over gedaan. Op de 100 meter, en weer schoonmaken, weer... Ja. Ik kom echt niet verder mee. Ja. En op een gegeven moment dachten we, nou, we gaan niet meer de route fietsen die we in ons gedacht hadden, maar ergens meteen bergafwaarts. Ik wil de snelheid maken. Maar ik heb een. ik heb gewoon een. Stadsfiets. En de tasjes die ik heb zijn van Decathlon. Dus op een gegeven moment was er een kuil waar ik doorheen ging en een. Weg. Ja. Ging niet zo snel gaan. Ja. En dan ging al die tassen in de lucht. Dat is was. En pindakaas vlogen uit. En wat wij zagen was al onze pindakaas. Dat is echt essentieel, pindakaas. Ja, nee, je zag eerst die tasjes omhoog schieten en dan al die spulletjes eruit en zo. Dus het lag overal op de straat. Maar wij waren bezorgd over de pindakaas. Dus we hebben de pindakaas weer gered. En die popt die knallen op de straat. En dat een beetje zo in Tupperware voor rantsoen. Ja, keurig blij. Alles wat gered was, konden we redden. En toen zijn we weer naar de supermarkt gegaan. En een paar weken later kwamen we thuis. Ja, we waren bij de grens en dan zagen we, ja. Waren zo gefixeerd op pindakaas, dat mijn paspoort was ook weg. Het waren allemaal pindakaas geletterd. Was er dan voor de rest de bijlag. Gelukkig had ik nog mijn ID-kaart bij, dus toen kon ik wel verder fietsen, maar... Ja, als zoiets gebeurt, weet je niet dat ik eerst naar het paspoort moet kijken. Dit was eigenlijk april, dus bloesemtijd. Dus we waren in de appelboomgaard gaan kamperen. We dachten, oh leuk, dan zit je lekker mooi. En het was eigenlijk ook dat als we doorgelopen waren, hadden we maar 400 meter in de appelboom. Maar we zijn teruggegaan naar het centrum. Ja, zonder dat we wisten. Nou ja, dus dat heeft niet zo veel te doen. Ja, dat was dan een stuk van de wandelroute. En vaak loopt dan heel veel van hetzelfde dorp, hetzelfde dingen. En soms niet. Dus nu hebben we dat idee in sommige delen losgelaten, zodat we dan echt over de weg gaan. Het zijn niet dat soort paden in. En andere tassen gekocht? Of, Die zijn zag me. Ik heb een Cortina stadsfiets. Ja. 27 versnellingen en gewone versnellingen. En ik had een fietsmaker die zei, ja, die wist niet dat ik naar onderweg lang afstand zou gaan fietsen. Ik zeg, nou, dan zal ik een andere cassette erin zetten, die is dan sneller. Oh, dan zit je dat kapot getrapt. Ja, van die kaart af. Ja. Ik zou hier een beetje om je heen kijken. Daar waren we expres eerder gekomen om te eten. Dus we zijn de modderpaden steeds aan het corrigeren geweest. Uiteindelijk hebben we
in Hongarije, de deel 1, daar, dat was het boekje al gedrukt, dus daar staat ook al wat van dat soort modderpaden in. Bij de fietsen was het geen modderpad, maar we hebben in april les gehad die dan constant dat soort foto's naar ons toesturen. Ja, dankjewel. Corrigeert dan wel. Corrigeert dan. Ja, we hebben de GPS alles gecorrigeerd. Dus mensen die nu gaan fietsen, die krijgen wel de correcties en de dingen. Maar er zijn wel een aantal mensen geweest die wel door de modderpaden moesten fietsen. Ja, het was een heel leuk gezelschap, want ze hadden met z'n vieren dat gedaan. En ze hadden ook een naam, pret.nl. Een voorletter was dan PRET. Ze hadden dus wel geen pret meer. Zo'n klacht gestuurd. Maak je toch prut van. Ja, prut. Nou ja, kijk, sommige dingen zijn over het algemeen, wij komen nooit boven. Het zijn geen top van 2000. Maar het is wel pittig. En het was voor ons ook de eerste keer dat wij er echt een fietsrit aan te maken hebben. Normaal gesproken maken wandelfietsen, dat is toch een andere insteek. En dan was tussen Smederevo en een volgende plaats, iets van 60 kilometer. Dan gaat het heen en terug, heen en terug, heen en terug. Dat is al van 8% op, 8% af, 8% op, 8% af. 18. 18? 18. Ja. Zo. En dan, thuis zit je dan gewoon. Weet je, dus twee van 1, 2, 3, 4, 5. En achter, uiteindelijk hadden we ook een plag dat de 1 bovenste. Ja. Dan weer achteraf reconstructie van dingen. Weet je, je fietst wel, maar toch moet je helpen die achteraf. Tijdens fietsen, dan let je niet op van 1, 2, 3, 4. Want die weten ook niet hoe je trajecten in het boekje gaat lopen. Ja, dus wel één stukje wat 17%. Ja. Dan moet je echt even lopen. Maar ja. Dat is maar heel klein stukje. Ja, dat is het. Dat is een beetje een sfeerbeeld van die korte langs de Ganga, want je natuurlijk ze allemaal om die grenzen en die landdelen en zo. Dit is dan natuurlijk heel strategisch, de Donau verlopen als hier ooit strategisch punt. Dus kun je ook weer heel veel musea bekijken. Er is veel agrarisch, heel veel landbouw om je heen. Grote lange stukken. Ja. Ja. Ze zijn daar hele mooie stukken. Om de nieuwe snelwegen aankomen en zijn. Dan zijn veel van de B-wegen en voormalige doorgaande routes autonoom geworden. Dus je kunt heel goed fietsen. We hebben er eigenlijk heen en terug gefietst en zoveel mogelijk autonome gedeeltes gekozen. En dit is wel gezellig, want dit is met vriend Guus. Dit is iemand die ook nauw betrokken is bij de Sultanstrail, hij is onze adviseur. Ja. En hij is, houdt van de ruige tochten, dus hij vond het wel leuk om die pittige tocht juist met ons mee terug te zetten. Hij ziet ons. Decathlon-tasjes. Ja. En de Cortina-fiets. Ja, dit zijn beide Cortina's trouwens. Alleen, het kon nog erger. Bij Gus, die had ook decathlon-tasjes, maar die was aan één stuk. Oh, ja. En tijdens fietsen, dat ging wel zo. Moest weg. Met alles en nog wat vastmaken. Dus, weet je, vaak denk je als je een beginnende fietser bent, zoals ik zelf ben, denk je, nou, het is om het even wat je aanschaft, weet je, of je daar tas A of tas B of tas C aanschaft, dat, ja, het zijn allemaal 20 liters, dus je kunt 20 liter erin kwijt. Ik heb wel eens gedacht, helemaal in het begin, denk, nou, je kunt zelfs met een HEMA tasje fietsen. Kan, alles kan. Zo ben ik ook begonnen. Als je uit een HEMA kunt fietsen, kun je ook. Gaandeweg ga je dan de waarde van een beter materiaal ontdekken en dat je dan ook gaat waarderen. Ja. Maar als je naar de fietser is, wat zeg je? Ga
hij is wel een ervaren fietser dus. Dat zijn eigenlijk twee wandelaars op een fiets. Hij is ook een leuke review voor ons geschreven, bij de Europa fietsers. Maar hij kwam uiteindelijk ook tot de conclusie dat wandelen toch wel zijn wat meer stimuleren. Dat fietsen te snel was. Dus ja, het heeft allemaal voor- en nadelen. Ja. Het is een beetje eng, hè? Ik vind het alle twee leuk. Ja. Nou, in Zetting kom je echt hele leuke steden tegen, want je bent echt voordat je in België loopt, ben je in Novi Sad. Het is gewoon een bruisende stad en dan kom je in België dan. Het is leuk voor fietsers, maar het zijn allemaal nieuwe fietspaden worden aangelegd, dus je kunt België dan in en uit langs een mooie fietspad. En hippe slaapplekken ook, hippe slaapplekken aan de boom. Ja. En dan ga je verder zeg maar, richting Lodrijk, kom je in Nis terecht. Nis is ook een geweldige stad en eigenlijk in alle Balkanlanden komt de fietstoerisme op. En daardoor worden ook nieuwe fietspaden aangelegd. En het maakt het avontuurlijke deel minder, maar het fietsplezier meer. Weet je, je bent dan niet meer echt avontuurlijk bezig. Ja, weet je, dan heb je minder gevaar dat je onder een vrachtwagen terechtkomt. Maar in sommige dorpen waar je langs ging en zo, de tijd echt stilgestaan. Hè? Dan heb je echt zo'n jaren 30 gevoel, 40. En, dus het is gewoon ouder. En ja, het heeft allemaal een heel andere sfeer dan je gewend bent hier in het Westen. En België dan heeft ook allerlei kunst en theater, filmexposities. Elk jaar doen van allerlei dingen zo. Nou, ik ben zelf Turks en ik denk. Ja. Voor Turkije, dan dat Turkije een gastvrij land is. Weet je, als je daar bent, dan word je gastvrij onthaald. Maar Servië is ook enorm gastvrij. Heel vaak heb je dan scepties van de oorlog en dingen. En, weet je, je gaat negatieve denkbeelden ontwikkelen over Servië, maar als je eenmaal daar bent, dan gaat het allemaal weg. Ja. En de Serviërs die nodig je echt heel vaak uit. Kom binnen, kom drinken, kom doen. Kom dit. In de Turkije word je helemaal volgestopt met thee. Ja, power thee. Ja, lekker. Dat is allemaal geweldig. Je steen was die. En dan in Servië krijg je gewoon een slivovic. Weet je, dan zit je in de ochtend en dan zeg je, ja, drink maar, want dan zit je lekker. En als je wilt, kun je gewoon een hele dag door sterke drank drinken. En sterke drank op. Bij ons begrip zo goedkoop, dat is gewoon echt sterk. Wij zijn geen drinkers, dus dat valt wel mee. Ja. Maar je kunt in Bulgarije dan met één bier gewoon je dag. Ja. Er zijn nog flessen van 2,5 liter. En niet gevoeld, hè? Wat? Niet gevoeld, zwaar gezellig. Nee, dat is nergens voor nodig. Nee. Nee. Niet je ook nog de schuld aan. Ja, dit is al redelijk lang. Nou, je hebt een. Naarmate je richting de zuiden van Servië komt, dan wordt het ook wel waar je dan echt moet klimmen en af moet dalen. Want dat is dan voorbij Nis, dan. Vooralsnog hebben we geen andere optie tot het nieuwe snelweg komt, want daar komt een nieuwe tolweg. En als die komt, dan. Komt er een weg die nu internationaal gebruikt wordt vrij? Ik denk dat we dan die weg gaan verkrijgen voor de route. Maar voorlopig moet je dan iets van 10 kilometer klimmen en 10 kilometer dalen. Ja. En dan zie je zo die evenaarsje, dat is die vrij pittige, wat we gelopen hebben. Zeg maar, dat stuk. Ja, en dat is ook gewoon te heet voor mij. Ja. Dat is gewoon. Had je zomer gefietst, ook in hoog rijden en dan moesten we om de 5 kilometer stoppen, drinken, stoppen. Maar we zagen ook één fietser die de lege snelweg had gebruikt. Dus er waren nog geen auto's. Nee, nog geen auto's. Alleen het is een soort Grieks-Servische consortium die dat bouwt. En we zijn al 5 jaar bezig met een stuk van een kilometer en dan kom maar niet af. Dus, maar ze moeten ook op de tunnelbaan, dus er zal waarschijnlijk allerlei problemen zijn. En dan hebben we weer moeilijkheidsgraad in het filmpje. Zo eigenlijk de laptop van bij jou.
zitten. Kan. Dat lijkt wat makkelijkste. Haalt hij dat? Ja, die box. Kunt het op zijn minst proberen. Dan ga ik vanuit het vast. Ja, ik moet zeggen, anders ga ik staan. Hij is zo klein, dus... Nou, Robert. Oh, nu gaat het komen. Dus dan word ik de charmante technische medewerker. Kijk. Kom in. Ik denk dat iemand de kanaal wordt vast. Dat is misschien leuk, jongens. Of een stoel. Hoe krijg je, jongens? Laat ik eerst maar eens op een knopje drukken. Hop. Ja, ik ga wel iets verzinnen. Ja, oké. FM. Ik ga het wel drukken. 10, 9, 10, 11. Hop. Oh ja. Yeah. Hoppa. Dus dan heb ik gewoon in Servië. Het is wel een pittige klimmen en afdalingen. Waar je dan rekening moet houden. En wel zorgt dat je rem er af moet zijn. Het is wel inderdaad de plek waar de bronnen beginnen. Dus je kunt kamperen bij de bronnen en lekker je fles steeds vullen. Het is allemaal heel goed drinkwater. Dat maakt het wel aangenaam. En staan er dan ook meer mensen of niet? Of bij een nou, deze waterbron was eigenlijk alleen maar iemand die zijn koe zocht. Ik kwam met zijn mobiel en zo langs. Heb je haar gezien? Die koe die maar hij sprak een beetje Grieks of zo. Hè? Ja, ik weet niet. Dus, oh, als ze maar niet beneden de berg zijn, want dan moet ik naar beneden. Maar was de koeien dus kwijt. Maar dat, voor de rest hebben we niemand gezien. Dus het is wel een camping. Ja, het is niet echt een camping. Het is meer een bron waar praatjes is om te kamperen. En dan moet je ook in beeld. Dus dan kun je een beetje wassen en zo. Dus ja. Ja. Oh.
Oh ja, ik moet daar ook nog eens kijken. Ga ik gewoon doen. Dus van. Hey. Maar het was niet jij, hè? Hoi wel. Dat mag je niet van mij zeggen. Ik heb niet verstand van fietsen. En een wilrijden, als je wilrijden infix, dan waren je gewoon in België. Dus dan, ja, de kassei is. Ja, het is ook een heel mooi begin, hè, daar. Ja, het is ook weer zo'n natuurgebied daar. En een lekker hotel ook. Een van de hotels zelfs met een zwembad. Ja, dus dat zou je... Meteen bij binnenkomst in het hotel. Maar tot je bij het hotel bent, dan moet je wel een stukje snelweg fietsen. Het is wel een, nou ja, het is wel een druk snelweg, alleen met een enorme zijkant. Ja, de schouders. Het vluchtgedeelte is iets van 3 kilometer of 3-4 kilometer. Maar daar zijn ze ook bezig met een nieuwe snelweg, dus zodra het af is, dan vervalt de oude snelweg. Deze slide een beetje samengesteld om te laten zien hoe verschillend in één land ze met erfgoed omgaan. Dit is een van de oudste moskeeën van Europa. En er wordt helemaal niks mee gedaan. En dit is dan in Plovdiv, culturele hoofdstad van dit jaar. En ze keurig al die rijken in glazen lagen als een soort toeristentrekpleister. Dus dit is dan de vrijdagsmoskee, Jumada moskee. Hier zie je zo'n Romeinse amfitheater en daaronder hebben ze dan de Byzantijnse bedieners onder zo'n glasplaat. Ja, klopt, dit was in 2019 de hoofdstad van Europa, dus daar is heel veel dicht. Ja, in klopt heb je ook 45 kilometer fietspad. Dus als je binnenkomt fietsen, je fietsen er echt geweldig mooi. Een recreatie, zo'n kanobaan, het is echt helemaal ingericht en een fietsnetwerk. Wij hebben heel vaak tussen de steden geen fietspaden. Wat wel prettig van Bulgarije is, de automobilisten houden ontzettend veel rekening met fietsers. Dus je hebt bijna nooit een gevaarlijke situatie in Bulgarije. Nee, nee. Trouwens, dat geldt ook voor Griekenland. Wij fietsen een klein stukje in Griekenland. Dat vind je ook heel erg prettig. In Turkije is dat niet het geval. Wat het bijzonder ook van deze oude moskee is, is dat het een T-constructie is. Dus voor mensen die van architecten inhouden, dat zijn heel weinig die dat soort opbouwen. Meestal is het gewoon vierkant met een minaret. En dit heeft te maken met het een oude Soefi-tempel is geweest. Dus ook wel de leuk van een Soefi-tempel houden. Ja, het is een vrij bescheiden, kleine, bijzondere moskee. Ja. Ja, geweld van de Bulgarije dan. Je kunt eigenlijk overal wel kamperen. Wat je in Bulgarije zijn wat terughoudender dan Serviërs. Dus als je in Servië gefietst hebt en denk je, oh, iedereen nodigt hem uit en dan kom je in Bulgarije en dan gaat het in één keer wat stroever. Dus dat je dan niet denkt dat die mensen dan eigenlijk niet vriendelijk zijn, maar ze zijn gewoon. Eigenlijk Slowaken zijn overigens. Ze zijn wat stroever dan Hongaren en Serviërs. Ja, ik weet hoe dat komt, maar in elk land heeft het zo'n verschillen. Hoewel heel veel van de bevolkingsgroepen, zeg maar als je net over de grens bent, in Servië, maar de Servische kant wonen ook Bulgaren. En aan de Bulgaarse kant wonen ook Serviërs. Dus je zou denken, het zijn meer of meer dezelfde bevolkingsgroep, maar toch verschilt het heel erg. Dit is wat we veel gebruiken. Ik weet niet of mensen die niet kennen, die er idee op hebben. Dus die vinden we altijd wel leuk om te gebruiken. En dit is die 7A8 bergjes. Waar we het ook wel hebben. Filmpje. Hier is een café waar het
Amsterdam heet. IJsjes en dergelijke voor de versnaperingen. In Servië en Hongarije, ik weet of IJsliefhebbers hebben staan hier. Dat zijn echt een enorm lekkere ijslanden. Dus als je van ijs houdt, dan kom je wel meteen in een goede plek. Ja, echt alle kleurtjes, smaken, blauw. En trouwens, als ik vegetariër ben, dan wat minder. dan zit je vaak met shops, kaas, al een beetje van de salade af. En die man is echt uitgebreid geweest. Het is hier ook wel het Cyrillisch schrift, dus je ziet niet altijd even wat er precies staat. En in Sedra, wij hebben een hele goede fietsmaker. Die repareert alles, maar dan echt alles. Totdat je in Nederland komt of tot je daarbij echt een goede fietsmaat maakt. Ja. Dan heb je zo'n klein hok van 1x1 en alles ligt op de grond en voor de deur en dan zoekt hij een kamertje en een schroepje en een dingetje en dan denk je, nou, dat ligt nog wat. Ja, zo moest Guus naar de maestro toe. Ja, naar de maestro. Hij is zich wel maestro. Ja, hij is maestro fietsmaker. Dan is de rendeweek daarna wat minder. De kabels staan erop. Ah, ja, nee. Nou, dit zijn de wegen. Zoals je ziet, heel weinig verkeer onderweg. Nou, misschien heb ik het toch weer toen het geen verkeer was. Nou, dit is toevallig. Dit was gewoon toevallig Pelebussen, maar dit is een Turkse foto eigenlijk. Het is een heel diep. Op, ja. De greppelpad, weet je, dat was ook best wel, maar omdat het over heuveltjes had. Ja. Pas gespeeld. Nou, dan komt het wel allemaal, begint het warmer te worden, dan kreeg ik nog dat stukje Griekenland, want erin zit. Het is 1 3-landen-dag, dat is ook heel leuk, want er nog grenzen. En 1 grenspost is ook echt van, ja, die wordt helemaal niet gebruikt. Hè. Dus, ja, het is alleen maar voor voetballers en fietsers tussen Griekenland en Turkije, dus dat gaat heel makkelijk. Ja. En je wordt wel vrij regelmatig door een politieagent aangehaald in Griekenland. Om iets te helpen. Ik vind het wel leuk. Ja, dan was in het begin aangehaald, vroeg van waar we heen gingen, halfwege wacht bij ons. En dan zei, heb je nog wat nodig? Stond hij hier aan de bosjes? Ja, dus gewoon op de foto en de Facebook. En dan krijg je gewoon allerlei Facebook-dingetjes. Onderweg krijgen we ontzettend veel Facebook-vrienden, want wij zijn natuurlijk in Nederland meer van, ken ik jou, wil ik je als vriend hebben en al die dingen. En het speelt daar dan helemaal niet. Je loopt daar en ik ben Facebook en dan voor je te weten heb je 2000 Facebook vrienden. Ja. Hun maken eigenlijk de 3-landentocht heel vaak, want het zijn Turkse fietsclubs die fietsen heel vaak in groepsverband en dan liefst met 10.000 of zo, ze organiseren allemaal evenementen. En hun fietsen 1 keer per jaar een 3-landen. Ja, een dag is dat heel veel. Ja. Nou, wat je ziet is... Maak t-shirt. Ja, maar elke evenement wordt een nieuw t-shirt gemaakt. Ja, nieuw t-shirt, ja. Nieuw gelichtgevend jasje. Maar dat is ook wel weer de charme. Individuele fietsers zie je niet zoveel, hoewel dat in de opkomst is, maar in het weekend zijn er wel echt groepen fietsers die dan met z'n 50 en 60 fietsen. Dus die komt wel... Her en der worden wel fietspaden aangelegd, want het is nu in Turkije bij de wettelijk vastgelegd dat steden fietspaden moeten aanleggen. Alleen als je de fietspaden vaak ziet, dan denk je dat het, je kunt daar gewoon niet op fietsen. Of ze zijn te nauw, of zitten naast een drukke weg, maar dan is het fietspad heen en terug, weet je, aan één kant. En dan, de auto's houden niet eens rekening met andere auto's, maar met fietsers helemaal niet. Dus je, vooral in Istanbul is dat geval. Je moet wel enorm oppassen in Istanbul als je dan in en uit fietst. We hebben wel heel veel van de pijnpunten eruit gehaald, maar je kunt niet alle pijnpunten uithalen. Dus de laatste 20 kilometer, ja, dat is echt een stedelijk geweld. En helaas groeit het stedelijk geweld in Istanbul. Dus
Ja. Ik denk dat dat gewoon alleen maar meer wordt. Dus dat, dat we al 40 kilometer hebben, dat er al een paar jaar misschien 30, 40 kilometer is. Een groot probleem met het kanaal Istanbul, of het vliegveld, maar ja, de druk van zeg maar verbouwing is echt heel voelbaar, een beetje in het spanningsgebied. Maar dit is wel leuk, want die wandelroute die was er natuurlijk al, dus we hebben al 10 jaar contact in met jou, denk ik. Ja. En ze hadden ons opgewacht met drones en dergelijke. Wat anders was er. Ja, dat we alles konden vastleggen. We hebben een stuk van de wandelroute gefietst daar met z'n allen. En ja, gelijk moesten we hier een interview doen, want dan werd het door heel Turkije uitgezonden en in gelijk in de krant. Dus het is altijd wel heel erg leuk om daar te zijn. Dat ze dan zo blij zijn dat je de Sultan stil fietsen. Dus daar zijn we ook echt wel veel geweest, ja, met de wandelroute natuurlijk vaak. Ons uiteindelijk doel is dat we een fiets- en wandelroute hebben, maar dat we ook iets doen met de lokale economie. Want je hebt natuurlijk in al die landen, kleine dorpjes, is het eigenlijk net als in Spanje, dit land leeg, dan gaan we naar de steden. En met zo'n fiets- en wandeltoerisme, dan behoud je toch wel een gedeelte van de mensen, omdat dan anders soort infrastructuur komt. Weet je, als je dan vaak komt met fietsen en wandelen, dan komt een bed and breakfast, dan blijft het winkeltje open, dan blijft het postkantoortje open, al die dingen. Dus we zien wel steeds vaker dat er dan ook kleine initiatieven rondom de Sultanstee ontwikkeld worden. Dat er dan allerlei van de kleine diensten, dat is wel leuk, dat het dan een nieuwe kleine gemeenschap weer opbloeien. En ook doordat ze dan op een internationale route liggen, weet je, dan is die belangrijkheid van een dorp, van een, ja, eigenlijk zeggen de mensen als je dan komt, op een Bulgarije en Servië, wat kom je hier doen, want het valt hier niks te zien. Ik denk, oh man. Maar dat hoor je heel veel in die landen. Ja. Ja, ook in Kosovo, in Bosnië, in Macedonië. De mensen waren ontzettend nederig over de schoonheid van hun land en ons ook. Ja. Heel anders. Hebben jullie al gewogen om de ferry uit Istanbul te nemen? Ja, we gaan op de volgende route zit hier ook in. Oké. En Istanbul dan. Sultanstel eindigt in het centrum Istanbul. Dus ja, en daar kan je, tenminste, ik weet, ik heb precies zelf ervaren dat het echt een nachtmerrie is om die stad in te fietsen of uit te fietsen. Dus toen in was het echt een nachtmerrie, toen hebben we uiteindelijk een ferry gepakt. Die stopt gewoon echt, in het midden van die stad plop, je stapt een ferry en je slaat het hele nachtmerrie slaan in één klap over. Ja. Ja, er zijn best wel veel, ja goed, nou ja, je weet het beter als ik, maar ik weet dat toen inderdaad helemaal klaar mee was. Ja. Wat naar de stad gaat, dit is bij Eeuw, maar dan ben je eigenlijk redelijk dicht bij de stad. Ja. En dan, inderdaad, dat is wel een hele goede overweging. De stadsbussen, die beginnen ongeveer 100 kilometer van Istanbul. Ja. Daar kunnen buiten fietsen mee. Dus je kunt gewoon fietsen in de stadsbus. Ja, het is echt overwegen waard. Ja, vind ik. Dat is echt een dag mee. Dat vermelden we ook in de gids. Dus je kunt gewoon kiezen om het te doen. Hoewel, we hebben best wel een leuke route Istanbul in ontwikkeld. Nou, we hadden samen met de groep weer de mensen van Edirne, daar hadden ze ons opgewacht, gingen een dagje fietsen met drones en al die dingen. En s'avonds waren we in een cafeetje en daarnaast was er een bruiloft. En die zegt, nou, zelfs met bruiloften gaan ze denk ik nog met drones. En dan was hij 5 minuten later, vliegt een drone. Ja, mooi. Dat was echt zo. Nu komt Soepie erbij. Dit is de Soepie waar we dan nu deze winter eigenlijk ons hoofd over gebogen hebben om de inhoud bij elkaar te bundelen. In Eep, waar je de boot kunt pakken naar de stad, dan komt de twee routes bij elkaar. Dus meer of meer de eindpunt van de Sultanstrail en het begin van de Soepie. Ja, dit is een heilige plek van Eeuw. Op heel veel plekken hebben we ook gezorgd dat er een speciaal soort stempeltje is. Dan kan je in je paspoort een stempeltje
stempeltje aan. Dus sommige mensen zitten ook echt te wachten tot en hier dus ook. En één is eigenlijk een kaliber van Santiago. Ja. Die het meer of meer zelf verhaalt, dat iemand ooit gedroomd heeft dat daar een heilige lag en andere. Als je het net zou kijken als Santiago. Dus, op vrijdag als iedereen. Of net zo echt. Als het voor een middagsgebed is, op vrijdag, dan ga ik het helemaal vol met gebedskleedjes. En het is een klein kindje, Satna. We hebben Soefietrail trouwens met zo'n huurfiets gefietst. Met stadshuurfiets. En dat was nog erger dan onze eigen fiets. Ja, maar deze ging wel goed de berg op, hè, want onze uitgever van de boeken, die is met ons meegegaan, een hele leuk kleine vrouwtje, maar die had wel een hele stevige fiets genomen, maar die kwam niet de berg op. Die had maar die had nooit gefietst. Ja. En ze had ooit een fiets gekocht van de Duitse makelaar, VF. VF, ja. VF Manufactur. Ja. 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 Van hele degelijke toerfietsen. En dan op een gegeven moment ging je fietsen. Ja. Ik zeg, maar eens, kom gewoon niet vooruit. Ik zeg, fiets je wel? Ze zegt, ja. Ik zeg, en op een gegeven moment zag ik, zeg, nou, is ook versnelling, gebruik die ook wel. Zegt ze, maar hoe doe je dat dan? Oké. Voor, achter, en als je weer omhoog gaat, dan moet je zo. Maar ze begrijpt het gewoon niet, dus dat vind ik wel. Veel ontdekt. Ja, deze fiets was dus uiteindelijk prima, ook voor de berg en zo. Ja, maar alleen als dat zij de pro-fiets. Ja. Ja, dat is dan, weet je, wij moesten gewoon rustig fietsen en dan, ja, dan is je fiets eigenlijk ook, wordt ook wat minder belangrijk. Weet je, dan fiets je eigenlijk een bijna wandelafstand van 35, 40 kilometer op een dag. Ja, dat, ja, dit is de sticker die we dan in best wel veel gedaan hebben. Dus dan voornamelijk achter op zo'n ding. Want dan is vanaf Wenen, Istanbul hebben we met stickers van de Sultans gedaan. Ja. En die moeten her en daar wat stickers geplakt, maar dat is niet echt dat je dan zegt, nou je valt stickers en dan heb je Istanbul. Dat is nog niet zo. Maar je ziet wel her en der stickertjes van de Sultanstraat. Je moet wel veel meer kunnen checken of je goed ziet. Ja. Fietsers eentje mee te geven om op een centraal punt ergens in te plakken. Dus blijft wel 4-5 jaar goed. Dit is de aquaduct van Valens. Dit is de enige keer dat we bijna geen verkeer zagen. Dus dat is echt voor onszelf een hele unieke foto dat we helemaal geen auto's op de weg zijn. Ja. Ja, hier fiets je niet, want je gaat dan gewoon heel lang. Dus het is op zich nog wel te doen, maar er zijn wel veel wegen. Maar hier is nauwelijks schepen ruimte. En hier hangt dan ergens een stickertje. Hier komt, is dus een fietspad. Dus hier is een gemeente met fiets, maar ja, dat noemen ze een gedeelde weg. Gedeelde fiets. Ja. Alleen, er is geen één automobilist die daar. Net zoals dit. Zie je ook veel fietsen? Ja. Zie je ook veel fietsen? Je ziet trouwens wel steeds meer fietsers. Heel populair. Er zijn ook steeds militante fietsers die dan echt met de rechten. Daar wordt best wel fel voor de fietsruimte gestreden. Met allerlei fietsclubjes en fietsverenigingen. Dus er is best wel beweging. Alleen niet genoeg om echt een Nederlands-achtige, veilige omgeving te creëren. Nou, dit is de fietsroute van Istanbul, inderdaad een stukje ferry. Dan begin je in een heel bosrijk gebied. Wel weer veel meer klimmen dan je gewend bent op de Sultanstrail tot aan. Eigenlijk gaat het door heel het klimmen. Vanaf Birchi ga je ook helemaal omhoog. Tot hier zijn wij gekomen. We gaan eigenlijk dit jaar met Frank van Rijn de hele route fietsen. En iedereen die mee wil mag mee. We hebben een soort van karavaan idee bij bedacht. Maar
we zijn nu met inhoud van het boekje bezig. Dus dat is dan inclusief het boekje. Wanneer ga je dat doen? September. Ja, in de herfst. Dit is voor 800. Ja, dat is echt heel mooi. Op de Sultanstrail dan fiets je eigenlijk meer op je gebieden waar er niet zoveel last hebt van honden. Als je naar in Turkije komt, dan zie je het wel eens, maar ook een deel van de Sultanstrail. Ja, dan heb je meer mogelijkheid om daar tegen te komen. Vooral als je aan een bikepacker bent. Weet je, als je echt een wandel op de fiets en zo. En we hebben tot nu toe heel veel mensen gehad die wel de wandelroutes gefietst hebben. Dus dan hoor je wel eens dat er dan problemen met de honden zijn. Okay? Dat je dan echt daar rekening mee moet houden. Bulgarije eigenlijk wat zielige honden, weet je. Die zijn allemaal van de handen waar je geen last hebt, waar je denkt, sterf is je mee. Ja. Ik heb wel steeds stokken bij me gehad, weet je. Maar uiteindelijk heb ik in Istanbul achtergelaten en daar hebben we nog geen nut. Dus terugfietsend hebben we dat stok niet meegenomen. Fluitje. Ja, fluitje is goed, of zo'n piepertje. Het zijn 8 Slovenen die hebben andersom gefietst. Dus die zijn in Konya gestart en terug met Istanbul gefietst. We hebben gekampeerd met z'n allen. Dus we hebben heel veel fietsbundjes op de Supertrail ook, die dan fietsen. En daar maken we ook een paar gebruik. We krijgen nu het filmpje van de hondenavond. Nee. Nee, dit is eigenlijk alleen maar een... Dit is onze eigen ervaring van dat je een afdaling hebt. Dat is een mooie, zware fiets. Dus als je met het idee gaat, ik val af, ik kan vallen, lukt het. We hebben een man waar die inderdaad niet zo blij was, die zegt ik niet voor het dieet. Ja. Nou, dit was niet een kwaai hond, het was gewoon een lief hond. Het was van een fietser die op de Supertrail gefietst had, Tom Schimmel. Zoals je ziet, hij had ook zo voorbereid, ja. Maar hij heeft wel, omdat hij heel vaak op de wandelroutes gefietst heeft, deel van het last gehad van de honden. Ja, we hebben ook een keer live met elkaar zitten appen van ik sta nu te droom. Wat ga ik nu doen? Ja, en dat was best wel heel heftig. Ja. Hadden jullie in laten enten? Nee, gaan we niet. Ja, we hebben dat wel gedaan, want omdat in veel van die landen dan die derde prik niet die eerste en tweede prikken niet makkelijk te krijgen zijn, en die derde wel. Want als er dus een hond gebeten wordt, je kan gewoon echt een dag bezweken zijn. Ja, zeker. Ja. En ook voor tekenbeten kan je inenten. Ja. Want in Nederland heb je dan last van ziekte van Lijm. Maar vanaf benen tot in Bulgarije heb je meer last van hersenencefalitis. Dus dan krijg je best wel enorm ziek van worden en zelfs dood aan gaan. En daar kan je gewoon tegen inenten. Ja. En dat moet ook voor 3 weken zijn. Dus zwaar is het gewoon 3 tot 6 maanden. Daar zit je ook een paar maanden of een paar jaar Dat is die rennen. Er hoeft trouwens niet heel veel tijd tussen te zitten. Het is bij de GGD die ontwikkelt hele strenge eisen, maar bij de, hoe heet het nu, de Oude Gracht.
Er zijn vaccinatiebedrijven of organisaties die andere vaccinaties toedienen die wel net zo veilig zijn, maar niet zoveel tijd ertussen hoeft te zitten. Wat betekent dit voor de cannabis? Nee. Ja, de GGD is gewoon extreem streng en die van vaccinatie in Nederland is net zo goed. Maar dat is een ander soort vaccin. Wat was dat nou het verschil in de vaccin? Nee, in ieder geval, want wij waren dus in eerste instantie te laat volgens de GGD en toen bleek het allemaal nog goed te kunnen komen. Waar is dat gedaan? Hier aan de Oude Gracht zit een vaccinatieorganisatie. Hoorde zelfs dat je thuisvaccinaties... Ja, tegenwoordig thuis. Kom ze langs, zei ze. Oh, dat en dat nog eens toe. Nee, ze komen langs. Ja. Je hebt inderdaad KLM Turf Kliniek en dan kan je gewoon echt een goede afspraak maken dat er een beetje snel gebeurt. En het zijn allerlei mogelijkheden. Vroeger had je nog topendokter, maar die is niet. Een belangrijk onderdeel eigenlijk. En in Rotterdam kan het ook in de haven. Maar van de GGD word je niet blij. Je moet even KLM Travel Clinic halen. Bij de ene zijn er verschillende soorten vaccins. In ieder geval, zondags hadden we nog met onze eigen fiets gefietst en de stabiliteit was niet slecht. Weet je, en dan het soepje wel. Dan gingen we dan fietsen en dan had ik geen zin om onze fiets mee te nemen. En we hebben een vriend in Istanbul die ook de fietsreizigers helpt met de pakking van hun fietsen heen en terugbrengen en andere dingen. Ik dacht nou, we deden twee fietsen bij hem, want dat zijn verhuurfietsen. Dat is wel goed. Eentje was van Decathlon, zo'n mountainbike. Between. En dat was nog redelijk. En de fiets waar ik dan op fietste was dan gewoon zo'n damesfiets en een met zo'n boodschap. En mijn Decathlon pasje zag. Ja, die zagen er opeens heel hard tegen. En dan merken we al dat zo'n hele gewone fiets heel erg onstabiel is. In het volgende filmpje kan je wel zien, want dan denk ik dat mijn fiets nog stabiel is. Wel de kinderen gaan. Ja, we gaan het paspoort weer. Hallo, check out. Allah'a emanet ol. Shit. Dat was onvervalst. Shit. Ja, inderdaad. Dus ik merk wel dat je echt een goede fiets nodig hebt voor de stabiliteit en voor fietscomfort en voor, ik wil echt een plezier gewoon afstand wandelen, fietsen, dan heb je geen ding echt met een huisvaardig keukenfiets. Ja, dat is wel Ja, je kunt het wel doen, maar dan heb je wat minder plezier, want dan is het gewoon klimmen een probleem, met afdalen een probleem. Heeft wat onstabiele onderkant in een probleem. En, ja, vandaar. Ja. Tom Simon komt nu goed in beeld. Hij heeft echt prachtige foto's. En we hebben ook iets heel leuks meegemaakt. Want wij waren dus met de muziekreis bezig. De muziekwandelreis voor de zoekje. En Tom was toen net op dat moment aan het fietsen naar Konya. Onze muzikanten hadden optredens, dus we gingen in Eskişehir en in Istanbul hadden we allemaal optredens geregeld.
Maar precies in Eskisjeer ontmoeten we elkaar. Dus toen heb Tom voor ons meegespeeld in een muziekstuk. Dus toen kwam alles samen, zeg maar. Toen kwam Tom erbij, hebben we met z'n allen muziek gemaakt. En sinds die tijd hebben we nog steeds contact en zo over de dingetjes die we gaan doen. Hij is ook een wandelende fietspersoon. Ja, en dan erop zijn ervaring op de Soepieveld. Want hij heeft een sabbatical hier gedaan, dus hij is ook best wel een paar jaar of zo, of een aantal maanden weer geweest. Ja. En hij is nu net weer terug. En dit is zijn eindfoto in korting. En zoals jullie zien, dan heel veel mensen die fietsen eigenlijk ook wel de wandelroutes. Dat is leuk. Ja. En dit zijn vrienden van hem die ik tegenkwam. Hij zit Tom nu. We weten nu niet meer wie Tom is. Ja, heel veel baard. Maar die hebben toen ook hun foto's toegezet, dus die komen andere mensen. Ja. Dit zijn de 8 Slovenen die ook de wandel moeten gedeeltelijk gefietst hebben. Er zijn toch ook best wel veel mensen die juist die zo'n paardjes opzoeken of een bikepacking doen. En dit is dus de herfst. Dus iemand het leuk vindt is uitgenodigd. Wordt in de kampeervakantie. Dus, ja, wel een beetje. Ja, flyertjes hier. Ja. We hebben ook zoekkastel boekjes hier. Ja, cadeautjes. Ik moest wel gratis meenemen. Wow. Gratis. Het is een wereldfietser. Ja, die is al jaren. Het is een Italiaan, Davide Travelli. Die heeft alles, maar die heeft echt specifiek de wandelroutes gefietst en daar waanzinnig mooie dingetjes. Sufi-trail noemt hij. Ja, misschien dat je het tweede deel kunt laten spelen. Mag ik eerst een vraag stellen? Ja. Jullie gaan met Frank Vrijen fietsen. Ja. Maar die gaat het redelijk rap. Tenminste, die hebben al. Het wordt wel uitdaan. Hij is nu in Afrika. Mm-hmm. En dan gaat hij nog even naar Zuid-Amerika, geloof ik. En dan komt hij Zoef terug, zegt hij. Nou, de Soefietrail. Om naar Soefietrail te doen. Hij is over 2 weken thuis en dan komt hij bij ons mee. Ja, misschien nog een lezing, maar dat was niet zo. Dus het zou moeten lukken dat we elkaar dan mee weten treffen. Nee, maar ik bedoel meer de tempo van de man. Is echt, het wordt echt een uitdaging. Voor hem nee, ja, ik maak bijna niet goed lang. En hij heeft goede contacten met een fietsfabrikant. Hè? Misschien dat die 2 fietsjes beschikbaar kunnen stellen voor een paar weken. Het is vraag. Oké, okay, zullen we deel 2 bouwen? We hadden hem wel tegen hem gezegd dat hij wat tragere fietsers zijn. Dus dat hij gewend is. Maar hij zou rekening houden met alles. Ja, plus nee, maar hij kan natuurlijk wel 2 fietsjes voor jullie regelen waarschijnlijk. Ja, maar we gaan niet alleen bij, maar gaan andere mensen ook, dus... Ja, maar die hebben misschien al zo'n fiets. Dat weten we niet. Ik heb het met deze gezegd, maar ik zou zo'n balletje bij me opgooien. Ja, dat gaan we doen. Nou ja, als het 2 doet. Deel 2? Ja, deel 2. Ja, dat speelt af en dan... wij zijn echt klaar met ons verhaal. Dank jullie wel. En mocht jullie nog... meer informatie wil hebben, dan hebben we onze kaartjes hier, dan kan je bellen en e-mailen en whatsappen en wat je maar wilt. We hebben ook een kantoortje in Haarlem. Je kunt er altijd in de ochtend langskomen, door de werkt. We zijn tot een uur of 30:30 aanwezig en daarna gaan we naar huis. Naar gaan fietsen. Fietsen, ja, oefenen. Ja. En dat zijn de avonturen van Davide Travelli. Die heeft een reeks van 5-6 filmpjes gemaakt. Ja, want er staat 1 tot 5, en anders 5-5. Er zijn nog 4. Op YouTube zit de rest. Ja, ja, nee, maar dat is natuurlijk wel leuk om. Ja, het zijn leuke. Hij heeft ook een GoPro'tje hier precies. En je kunt er heel goed beeld van drone. Zal ik tot charmant tegen je assistent even op het knopje drukken? Hoppa! Dat is de Sofie Trail.
the most part is gonna be a dark road, a local road, very little traffic. And then at some point on those hills, turn right, you're probably Konya, it's the final day. Hopefully I get there today, otherwise tomorrow. Let's have fun. It's the last afternoon of trails on the Sufi trail. I'm kind of sad it's coming to an end. Let's enjoy some of these views. Because when I'm gonna cross these hills, I don't know if there will be dirt or it's gonna be paved till the city. Don't walk. Am I on top or what? Let's hope so. I am on top, but there is another few hills, pretty steep as well. All That's where it's fun, yeah. On the side. The dish of this summit reminds me of that. The memories. All right, another hill coming. Coming right. I was having fun. I
jingle fun is over. The fun is over. Spot de stickertjes. It's paved and I'll take a break to have a cookie break, actually. That's what I call it. I found some hazelnuts cookies that are really good in Turkey. Jones Bar, ja. Ja, of een variant op, het zijn heel veel, maar ik denk dat het Jones Bar is hoor. Zo sweet, zo juicy. Yummy. Ja, chupas. Ja. Magic milk. Ja. Mag de maan iets van eten. Ja. Nou, zeg, als je zo hard knalt als hij doet, is het niet handig om in één klap leeg te zitten. Of niet dat tubeless dat helemaal gaat voorkomen, maar... Scania. Ja, dat hij tubeless rijdt verbaasd. Yes, the end of the trail. So, why don't we... And talk about the... Voor onverhard is het wel handig. Als je tubeless rijdt, want dan, als je een puntje hebt, dan fixt het zichzelf. Dus je, het is de beste lekkere snelheid die er is. Ik kan er altijd nog een binnenband in. Different landscapes. There is a bit of dirt. It's mostly double track. Sometimes in a forest, sometimes in more like a step-like landscape like this one. But there's lots of variety. If you have a problem, the paved road is very close by always, and you go through lots of towns, so if you need to have some snacks, there's plenty of waters, there is fountains everywhere, and a very safe drink. If you do it in the summer, there's lots of fruits to grab on the side of the road. And the only concern is if you want to do it in winter, I would sense there is lots of snow, so be careful. Because you go up quite a lot, almost 2,000, I think 1,700 meters. And another thing to consider, I think if you do it in a wet season, it's gonna be very challenging. Because there is parts that it could get quite muddy, I think. So, there is maybe like 60% of paved and 56% of dirt and 40% of paved. Ik zou het zelf niet doen, maar het zijn echt wel mensen die daar plezier aan beleven en die dat ook specifiek zoeken. Ja, meer en meer ook. Hè. Het is echt een toenemende mate. Ja. Johans. Ja. Het is per definitie oud en luw, makkelijk wild kamperen. Dus het is, ja. Eigenlijk ben je dan de wandelaar. Ik kan find more information. Ja. Het is goed wandelaars. Je hebt natuurlijk verschillende soorten fietsers. Je hebt natuurlijk mensen zoals jij die dan denken, ik kan gewoon op de fiets fietsen. En van het Sultansdeel kan ik wel zeggen, ja, werd gedaan, dus kan in principe wel. En de Soetertrail zou ik daar niet zo snel aanraden. Er staan echt veel meer op en neer en dan ga
gewoon, jij gaat van 0 tot bijna 1600 meter. Dus dan zit echt een zwaardere route dan de zonkastel. En dan heb ik gewoon een wat beter niks over. Zou het lukken, mijn travelmaster, denk je? Easy. Of moet ik toch in ruimen? Ik zou jou voor de zekerheid nog eentje bij komen. Okay. Ja, die hou jij dan hier. Ja, dank jullie wel. Ja, nee, zeker. Ja. Ja, mede welkom. Ja, het is natuurlijk echt geweldig dat ze deze route er is gekomen. Echt, ja, echt heel blij mee. Ja, het is volgens mij ook een ontdekking geweest. Ik weet niet meer. Wij hadden deze die onderweg zijn naar Jeruzalem. Dus daar komen we van op ons pad, van het Zonkastel en Suki Trail. En we zijn bezig met de wandelroute, hele conflict naar de Syrische grens. En uiteindelijk komt er ook de fietsroute. Dus uiteindelijk is het onze bedoeling dat de mensen die naar het zuiden gaan, richting Jeruzalem of naar Mekka, dat ze dan een redelijk veilige route kunnen nemen. Kijk, dat het volledig veilig is, dat kunnen we nooit garanderen. Nee. Er zijn altijd gevaren onderweg, dat je gewoon, als je wilt kamperen, kan er wat gebeuren. Het kan ook gebeuren dat de mensen je vriendelijk beropen. Ja, groot risico's per definitie verkeer, of? Ja. Echt per definitie. Een route is, dan ontstaat er ook een gemeenschap, ook een lokale mensen, want dan wordt je herkend als zodanig. En dan krijg je ook iets meer hulp dan een individuele fietser die ook misschien op dezelfde plek terechtkomt. We zijn natuurlijk niet de eerste die op die routes gewandeld of gefietst hebben, maar naarmate je zeg maar één vaste route ontwikkelt, dan komt er ook van allerlei dingen bij, vooral de gemeenschapsgevoel, dat vinden wij zelf wel heel erg van belang, want dat helpt je onderweg echt als een individuele fietser bent. En dat helpt ook van de fietsers en wandelaars, dat we dan zien, niet echt ervaren fietsers. Die hebben dan iets meer voorbereiding dan wat wij dan doen. Weet je, wij zijn echt van, we gaan op pad. Maar ook niet heel erg veel ervaren. Weet je, die weten niet wat voor gevaren onderweg zijn. En soms weten ze ook niet hoe ze een band moeten repareren. Weet je, dat, je denkt dat moet voorkomen, maar het komt gewoon voor. En ze hebben nu ook met Jeruzalem mee een soort project. Dus we gaan samen een stukje markeren, dat je duidelijker wegbeeld krijgt van de route en zo. Maar die hadden ook twee wandelaars die ook daar aan het verkennen waren. Dus dan hadden de vrienden van ons in Derbent hadden gebeld van, goh, we zien twee wandelaars. Want het is natuurlijk allemaal nog heel speciaal dat daar iemand wandelt of fietst. En ze zeiden, nee, niet dat we weten. Oh, nou, dan gingen ze er niet achteraan. Maar we gaan samen hopelijk een stukje weer verder schilderen. En dan hebben we weer een stukje erbij. En zo, stapsgewijs wordt het steeds duidelijker. Maar nu is het nog heel authentiek. Ja. We hebben ook ergens een pen en papier. Als je je e-mailadres wil en je wilt de presentatie nog een keer hebben, dan kunnen we zo naar je toe sturen. Het staat online. Of op Google Drive, dus dan kan je gewoon niet te downloaden en gewoon zien. Ja, je kan aan de achterkant van dat witte bankje ook even op knopje doen, want hij is nu billen aan het meten. Wat zeg je? Dat piepje wat je hoort. Dat is een billen meten. Meten, die is piep piep, zegt hij de hele tijd, maar hij denkt dat hij billen moet meten. En koekjes, die je hoort. Er zit een uitknopje op. Nee, of dat is de billen meten. Die is driftig bezig. Wat een merkwaardige afstand. Ja. Moeten maar wat mensen wat niks vergeven.
Heb je uitgemaakt? Wat? Heb je uitgemaakt? Ik denk wel dat het goed uitkomt. Ja, maar flikkers gewoon hier en dan mooi. Morgen is het morgen niet te doen. Maar dan komt er weer een ongelaaf in. Ja, doe maar een 2+. Nou, dat vind ik niet erg. Als ik daardoor aan die, niet aan de stoets kom, dan... Ja, nou, dat snap ik. Ik ging al elk jaar acties maken. Nee, 2+6 gaat wel houden. Dan hangen we daar deze en dat 12 jaar. Nee, juist, hè? Ja, dat is leuk om dat mensen kunnen naar de hoofdvlieg of zo ook. Maar ik kan even iets gebruiken. Ja, plus als het niet beschreven is, als iets beschreven is, dan kan je het. Als het beschreven is, dan is een route en je moet niet nadenken. Ja, dat is Het zijn meerdere routes in Kruis, dat is St. James Trail, Michelin en nog de Kaskar Mountains. Het leuk was het idee achter dat je daar al je dorpen leeg lopen. En dan kun je gewoon met een plan hoe je dorp kan gaan. Maar zuiden maar, dat ging wel. Ik heb hem hier even bij een laaglap in 2 uur. En dan zagen we al die jaren. Ja, dan zie je gewoon s'avonds dat je tegenkomt met al die gezonden en de massie. Ik voel je vaak al die hele tijd. Ja, oké. Ruik stroom daar. Ja, anders ga ik maar hier op straat lopen. Nee hoor, dat... Nee, we hebben... Ja, de... 2 weken of zoiets.